Op 12 en 13 mei is er open deur in het Onze Lieve Vrouw College aan de Brandstraat te Boom. De uitgebreide tentoonstellingen in diverse klaslokalen van het college staan allen in het teken rond het thema De Ruppelstreek boeiender dan u dacht. Verschillende cultuurverenigingen en heemkundige kringen uit Reet, Rumst, Schelle, Niel, Hemiksem en Boom stellen tentoon. De Blikvanger is ondergebracht in de sporthal. Na de nodige openingstoespraken, opgeluisterd door een streepje muziek, gebracht door studenten van het college, wordt de tentoonstelling opengesteld. De Ruppelstreek op schaal 1/1500ste, in relief en in klei uitgetekend, op een reusachtige maquette met een breedte van ongeveer 8 meter en een lengte van 11 meter. Elk straatje, elk steegje, elke sloot, elk huis is erop aanwezig. De leerlingen van de lagere school en de lagere cyclus hebben tijdens de lessen plastische opvoeding hun huis in klei gemaakt en op het Ruppel-Madurodam zijn plaatsje gegeven. Enkele leerlingen van de hogere cyclus en enkele leerkrachten zijn de architecten en de makers van de monumenten en bezienswaardigheden van onze streek. Een unieke gelegenheid om uw streek te bewonderen vanuit vogelperspectief. Een loopbrug over de maquette heen geeft u een totaalbeeld van de Ruppelregio. Deze plattegrond benadrukt zeker het genomen initiatief dat waardering opeist. De Ruppelstreek boeiender dan u dacht.